Wij zijn Lieven en Desiree, wij wonen in Bonheide. Wij hebben ons groot huis met de grote hof verkocht. We willen kleiner gaan wonen, want onze kinderen zijn allemaal thuis uit. Maar wat dat bij mij, het woord dat bij mij blijft hangen, dat is correctheid. Ja. Correcte informatie. Van in het begin, dat was geen foefelarij, ik had niet het gevoel, of ik had dat niet. Dat is typische verkoperspraat. Wat dat gehoord. Wat dat we op die andere standen wel hadden. Ja, dat ook. Ja. Geen informatie over het bouwproces, over duur. Ja, dat zullen we wel zien als we bezig zijn. Dat vind ik geen correcte informatie. Correctheid in de planning. Alle vragen kregen een antwoord. Wij wisten onmiddellijk van ja. Wij willen dat veranderen naar het plan. En dat was onmiddellijk de informatie, ja dat kan niet, of je moet het zo doen, dan kan het wel. Dat vind ik correct. Ja. En correctheid in de prijs, ja. In de afspraken die er gemaakt zijn over het bouwtermijn. 12 weken is 12 weken en er is niet een week erbij omwille van, ik weet niet wat nog allemaal. Dat vind ik, het woord dat erbij past, correctheid. Ja. Nee, ik zou onmiddellijk terug. Geen twijfel geen over. Enkel, nee. En, ja, iedereen. Wie heeft dat gezegd? Ja, drie bouwen. En zou dat nog terug doen? Ja. Juist hetzelfde als dat wij gehoord hebben in die drie huizen waar we gaan kijken. En dat was identiek hetzelfde. Dat we onmiddellijk. Dat was altijd mijn eerste vraag. Hè? Ja. Zou dat opnieuw met drie bouwen? Ja, geen twijfel aan, zei hij. En die mensen die lang daarop ook, hè, die hebben daar ook op gekozen omdat twee of drie collega's van die vrouw hadden met drie bouw gebouwd. Hè. En die zijn daarop, dus ja, voor ons ook, hè, geen twijfel mogelijk. We kunnen alleen maar positief zijn over het werk, over het personeel allemaal. Ik manier van heel laat zoeken, altijd een dag mee bezig houden om een puntje te vinden dat negatief is, maar het gaat niet lukken. Ja. Het gaat niet lukken. Ja.